In je eentje zelfvoorzienend over de Pyreneeën rennen. Deze monstertocht is de nieuwste uitdaging voor ultraloper Jolanda Linschoten. Al maanden traint ze ervoor in de duinen tussen Schorrel en Castricum. Gericht ben ik dan zo'n maand of acht al bezig. Je bouwt het op en nu loop ik 5 of 6 dagen in de week en dan uren achter elkaar. Op en neer. Ja, ik krijg inderdaad wel eens vragen van, kijk, één keer dan passeer je iemand en dat vinden ze dan normaal. Maar als je dan tijdens dat zij omhoog lopen weer terugkomt en weer omhoog, dan krijg je allerlei vragen. Of ben je wat vergeten? Of nou ja. Jolanda rende eerder al eens dwars door Engeland en won een woestijnmarathon. Vorige week trainde ze alvast in Zwitserland voor haar tocht, die 2 weken gaat duren. Rennen dus. In haar eentje. Tuurlijk, ja. Het is eenzaam, maar aan de andere kant, weet je, het is soms ook goed om die stilte echt op je in te laten werken. Daar ga je anders van zien en ja, daar word je misschien ook wel een ander mens van. Ik hoop in de zin van beter, maar dat moet blijken. De minstens 800 kilometer lange tocht wordt een zware. Ook omdat ze maar heel weinig meeneemt. Eigenlijk meer niet dan wel, blijkt als we thuis in Akersloot haar bagage zien. Bij elkaar is het een kleine 8 kilo. Ik ga geen dingen thuis laten die voor mijn veiligheid belangrijk zijn. Daar bezuinig ik niet op, maar op comfort wel. Normaal op een tocht, dan neem ik liefst een thermosfles mee en een brander. Want dan, als ik op een mooie plek kom, dan ga ik een potje zitten koken. Dat laat ik nu achter. Ik denk, hoe meer moeite het kost tot een bepaalde hoogte, hoe dichterbij het komt, hoe mooier je het vindt. Weet je, hoe meer het je raakt.